leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb vandaag een Zavool shopblog voor jullie. Zavool, ik beschrijf het een beetje als een website die lijkt op Shein. Het is best wel goedkoop. En ik heb er eigenlijk nooit eerder wat besteld, dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb deze producten opgestuurd gekregen en ik krijg hier ook voor betaald. Maar ik zal altijd mijn eerlijke mening geven. Dus als ik het niks vind en de kwaliteit ruk vind, dan zeg ik dat ook. Daarbij heb ik trouwens wel één keer wat besteld, gewoon zelf. En dat zijn bikinis. Ik heb daar volgens mij een jaar geleden heel veel bikinis besteld. En die vond ik op zich wel chill. Dus ik ben heel erg benieuwd naar de kleding, want dit keer heb ik kleding besteld. Het zijn bijna allemaal chill kleding, dus een beetje loungewear-achtige chill kleding. Dus misschien ideaal voor als je thuis zit en thuis aan het werk bent of school thuis hebt. Dan is dit echt wel heel erg fijn en lekker goedkoop. Dus ik ben heel erg benieuwd. Laten we snel beginnen. Voor we trouwens gaan beginnen heb ik nog een hele leuke kortingscode voor jullie. Ik zal trouwens ook alle linkjes in de beschrijving zetten van de producten. En de kortingscode zou ik ook in de beschrijving zetten. En er staat ook altijd in de beschrijving vermeld of een video gesponsord is of betaald. Of dat ik het opgestuurd krijg. Dat staat altijd in de beschrijving mocht je het willen checken of twijfelen. Met de code FLOOR18 krijg je 18% korting op je order. Ik vind het wel een grappige 18%. Ik heb normaal 15% of 20%. Dit keer een 18% kortingscode voor jullie. Dus veel plezier met shoppen en laten we snel kijken naar de items. Ik ga beginnen met een kleinere zak. Ik heb twee zakken opgestuurd gekregen en gewoon grijsachtig. Dus ik ben heel erg benieuwd. Vooral naar de kwaliteit. Oké, als allereerst pak ik er een. Wat is dit? Oh ja, ik weet dan niet eens meer wat ik echt heb gevraagd. Als allereerst dit blousejurkje. En ik zit even te kijken naar hoe dit zit. Het is gewoon een V-hals en ook de achterkant is open. Dus dat is denk ik wel mooi. Oh nee, grapje hè. Er zit een rits in. Kan die hoger? Oh nee, het is wel zo. Oké, het is dus een blousejurkje, wit, heel erg leuk, met hele mooie pofmouwen, mooie mouwtjes. Hij moet nog wel even gestreken worden. Daarbij heeft hij een heel erg leuk onderkantje en hij loopt wat wijder uit en nog een strikje. Nou, wat hij ook heeft is dus een kraagje, maar hij heeft dus een V-hals aan de voorkant. Maar de achterkant heeft hij dat ook, dus dan heb je een beetje een open rug. Ik ben heel erg benieuwd naar hoe deze eruit ziet. Deze kost €23,47 en die heb ik in een maatje. Waar kan ik dat zien? Ik denk gewoon een 36. Dan heb ik iets voor mijn vriend, want ook mijn vriend mocht wat dingen uitzoeken. Die kan dus ook voor jongens wat bestellen en hij wilde deze, ja, blouse. Eigenlijk is het een blouse. Ik vind dus het printje echt heel erg mooi. Het is echt van dat beige met blauw en dat iets geel. Heel erg leuk blouseje. En hij heeft dus al aangehad. Hij past hem ook. En het staat hem echt heel erg leuk. Dus ja, daar is hij heel erg blij mee. Hij heeft dus ook een capuchon, maar dat is dan weer grijs. Dus ja, ik weet niet. Ik vind het wel een grappig blouseje, maar hij is er helemaal blij mee. Dus dat is deze. En die voelt van kwaliteit ook wel heel lekker aan. Het is niet heel dik, maar de muts voelt echt lekker zacht en dik aan. Maar het blouse is wat dunner. Maar op zich is dat niet heel erg. Deze heeft hij in een maatje S. En even kijken hoe duur die was. En deze kost €20,63. Mooi. Omdraaien. Zit hij een beetje aan? Ja, hij zit mooi. Kijk toch eens. Oh ja, dan het volgende item. Dit is echt bedoeld om in te chillen. Want ik zou dit denk ik niet zo snel gewoon dragen. Ik weet niet, ik moet even zien hoe het staat natuurlijk. Het eerste wat me opvalt is de kleur. En ik vind hem eigenlijk wel een beetje... Het is gewoon babygeel. En van een pastelgeel. Ik dacht echt beige. Op zich vind ik dat ook wel heel erg leuk. Maar als je verwacht dat het beige is, is dit wel anders. Het is echt pastelgeel. Heel mooi kleurtje eigenlijk wel. Maar niet beige zoals ik het, nou ja, had verwacht. Maar dit is een hele grote hoodie. Met dus een vlinder. Ja, dit is gewoon toch chill om gewoon lekker aan te doen. Lekker in te vertoeven. Echt, I like. Even voelen. Hij voelt heel lekker aan. Heel dik. Binnenkant is ook echt prachtig lekker stofje. Echt heel erg zacht. Deze voelt eigenlijk wel heel erg goed aan. En ik hou dus van vlinders, zoals jullie misschien wel weten. En misschien ook wel niet. Heb ik zo'n soort vlinder op mijn enkel getatoeëerd. Hier zo. Ja, met een capuchon. Dus het is echt een lekkere hoodie. Het is wel dus geen beige, maar wel pastelgeel. Maar ik vind dat misschien nog wel net zo leuk. Dus dat is deze. Deze heb ik ook in een size S. Dus in een maatje S. Hij valt lekker groot. Dus dat vind ik met hoodies altijd wel echt heel fijn. En de hoodie kost €21,73.
Dan het volgende item. Oh ja, dit is een beetje een... Ja, wat voor kleur is dit? Beetje taupe-achtig kleurtje eigenlijk. Een topje. Hij heeft een hele mooie V-hals. Ik ben benieuwd hoe die aanstaat. Verder sluit hij heel erg mooi aan. Dus heeft hij een beetje een pofmouw. En ik denk als het bij mij niet mooi zit, dat mijn zus hier echt heel erg blij mee gaat zijn. Dus denk ik ook wel heel erg leuk met een high-waisted spijkerbroek. Het voelt wel iets goedkoper stofje. Ik denk dat dit een beetje van polyester gemaakt is. Ik denk dat bijna alles van polyester op die goedkope sites gemaakt is. 100% polyester, ja. Maar goed, dat geeft niet. Het is wel een zweetstofje. Dus deze heb ik in een maatje 36 en ik ga nu even kijken hoe duur die is. Dat topje kost €15,21. Dan gaan we door naar de wat grotere zak. Wauw, deze voelt echt goed aan voor kwaliteit. Niet normaal. Oh mijn god, hier gaat hij echt blij mee zijn. Het is echt een heel erg leuk spijkerjasje, hè? Hij zou hem dan wel opendragen. Ik zou hem even openmaken. Maar deze kwaliteit is echt niet normaal. Hij voelt echt super dik aan. Echt totaal niet goedkoop eigenlijk. Dit is dus een spijkerjasje voor mannen. Maar vrouwen kunnen het natuurlijk ook gewoon dragen. Hij heeft dus zo'n ja, fake fur-achtig binnenkantje. Dus heel erg zacht en warm. En verder is hij gewoon heel erg leuk voor een jasje. Ik denk dat hij hier heel erg blij mee gaat zijn. Deze heb ik in een maatje S voor hem. En deze... Ga ik zo even opzoeken hoe duur die is. En deze kost €31,29. Door naar het volgende item. Oh ja, dit is wel leuk. Het is wel heel dun. Maar op zich wel chill, denk ik. Het is namelijk dit grijze sweatshirt. Dus het is ook echt een shirtstofje, maar dan dus met lange mouwen. Ik had het denk ik leuker gevonden als het echt een beetje sweaterachtig was. Maar op zich vind ik deze wel heel erg leuk. Er staat op California in het row... California en het rood, in het rood. En ja, ik vind deze wel leuk als je een beetje onder je BH zo weer vouwt. Heel erg leuk met een spijkerbroek. Voelt lekker aan. Hij is wel dus lekker dun, maar op zich in de lente of zo is dat echt wel heel erg leuk. En ja, hier kun je niet genoeg van hebben. Deze heb ik volgens mij in een maatje S, maar het staat nergens. Dus ik denk een S. En hij was €13,91. Dan een zwart item. Het eerste zwarte item, zo, is dit shirtje. En dit vind ik altijd gewoon handig om te hebben. Die shirtjes van Shein en nou ja, deze dus ook, toevallig van Savoo, zijn zo lekker groot. Ik hou daarvan. Ik hou niet van die strakke shirtjes. Maar het is dus dit zwarte shirtje. En wat staat er eigenlijk op? Grow truth what you go through. Yeah. Deze. Ja, ik vind dit altijd handig om gewoon te hebben. Lekker groot zwart shirt. Kan niks fout aan zijn. Lekker grote mouwen. Echt I love. Deze heb ik in een maatje S. Moet je nagaan hoe groot die valt. Echt huge. Hij is ook oversized staat. Nou, dat had ik ook niet anders verwacht. En hij kost €16,08. Door naar het volgende item. En dat is iets met heel veel kleur. Oké, dat ben ik niet meer van mezelf gewend. Ik ben benieuwd. Het is een heel groot sweatshirt. Oh, dat is wel leuk met een bikershortje of zo. Kijk, een zwart sweatshirt met een gekleurd printje. Wat staat daar weer op? West Coast, California. Weer California. Ik heb daar wel wat mee. Maar ja, ik vind dit wel heftige kleuren, moet ik zeggen. Het is er ook echt... opgedrukt, maar ik denk dat ik dit wel leuk vind in de lente of in de zomer met een bikershortje en dan een riempje of zo. Of gewoon allemaal lekker groot. Dus ja, dat is gewoon dit hele simpele sweatshirt. Hij heeft ook wat wijdere mouwen. Ik weet niet of ik dat mooi vind, want het is gewoon allemaal best wel wijd. Maar ja, op zich wel heel erg chill. Als ik op de link klik van dat sweatshirt, komt er niks in beeld. Dus ik zou kijken of ik hem nog in de beschrijving kan linken, maar misschien is hij ook wel helemaal weg van de site. Geen idee, ik zou proberen hem te kunnen linken. Dus ik weet ook niet hoe duur die en zo is, maar ik denk niet al te duur. Dan komen we alweer aan bij het laatste item. En dat is misschien wel mijn favoriet als het gewoon lekker past. Dit is echt absoluut het chillste item. En absoluut de moeite waard om te dragen tijdens de lockdown en tijdens het thuiswerken. Oh, hij voelt lekker zacht. Oh, die is heel groot. Oh nee, dat gaat denk ik wel passen. We gaan het zien. Hij heeft dus een stretchband, maar het is dus een heerlijke grijze
joggingsbroek. En daar kun je er echt geen genoeg van hebben. Ik heb eigenlijk helemaal geen grijze joggingsbroek. Ik heb echt alle kleuren joggingsbroeken, maar geen grijze volgens mij. Ja, een van de Primark. Echt heel oud. Zit een gat en zo in. Eigenlijk moet je die gewoon weggooien. Want die kan gewoon niemand meer dragen. Maar ja, deze dus. Hij is heel erg zacht van binnen. En lekker dik. Het voelt echt lekker aan. Bij dit soort sites zijn de chill kleding echt gewoon het beste, vind ik. Ik heb nu een pyjama broekje aan. Dus die doe ik lekker uit. Oh ja, dit is top. Ik weet niet of je het kan zien. Ik ben nu een beetje gaan bukken. Hij sluit echt prachtig aan. Lekker met die stretchband. En verder zit hij echt top. Ja. Echt heerlijk broekje. Ik denk dat ik nog wel even goede aanshots ga maken. Maar deze hou ik de komende dagen lekker aan. Deze is €23,47. Heb ik in een maatje S. En kijk, zo valt hij. Echt lekker oversized. Helemaal top. Dan waren dit alweer alle items. Ik ben heel erg benieuwd hoe het allemaal aan staat ook. Dus jullie hebben het al kunnen zien. Ik ga straks denk ik nog even aantrekken voor de aanbeelden. Check dus even de beschrijving voor de linkjes en Floor 18 voor de kortingscode. Raad ik Savoel aan? Nou ja, dat weet ik niet. Ik moet het even aantrekken. Maar op zich, zo op het oog ziet het er allemaal wel goed uit. De kleuren kunnen iets afwijken. De kwaliteit kan natuurlijk iets afwijken. De kwaliteit vind ik van sommige dingen ook iets minder. Maar ik moet zeggen, gewoon echt de chill kleding. Dus hoodies, joggingsbroeken kun je hier echt perfect voor terecht. Want ja, dat is echt net zo'n Primark joggingsbroek. Weet je wel, zo'n lekker zacht ding die er ook nog leuk uitziet. Dus daar ben ik wel echt over te spreken. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Dit was ook denk ik de laatste video bij de kerstboom. Want kerst is natuurlijk geweest als jullie dit zien. Voor mij is het morgen kerst echt, ik kan niet wachten. Heel erg jammer, maar de kerstboom gaan we, of ik wil zeggen morgen weer zien. Nee, die gaan we volgend jaar wel weer zien. Dus ik hoop dat jullie een beetje leuke kerstdagen hebben gehad. En ik wens jullie ook een fijn nieuwe jaarwisseling. In hoeverre dat kan natuurlijk. Dus bedankt voor het kijken en ik zie jullie tot vrijdag met een nieuwe video. Doei doei!